om 12:15. We gaan naar Deurne, want daar woont 18 jaar de mooie Bo. Je kan haar zien op onze Facebookpagina, hoe ze op de paard zit. facebook.com/Timoor en Ramon. En zij wil flirten bij een jongen die bij haar op de Ruiterclub zat. Zijn naam is Rowan, is 21 jaar. Zit niet meer bij haar, hem op de club, haar op de club. Want hij heeft zijn paard verkocht. Oh. Maar nog wel is hij onwijs cute en grappig. Bo. Bo. Ja? We gaan Rowan bellen. Oké. Okay. Kom, we gaan bellen. Bo. Heel veel succes, heel veel plezier. Hoe heet je paard? VN. VN? Ja. En die van hem? Amai. Met Rowan. Hey Rowan, je spreekt met Timoor en Ramon van 3FM. Hallo. Hoi. Hey, hallo. Hoe is het? Ja. Goed, en met jou? Ja, rustig aan, hè. Rowan? Ja? Hij is er wel scheurd van Flirtje Steve om kwaad voor je in. Nou, we was van geurt, ja. Jij zit in Flirtje Stijf, er is een meisje en die wil heel graag met je flirten. Oh, kijk aan. Daarom bellen we je. Oh, en wie is dat dan? Het is een heel mooi meisje. Oh god. Ze is blond. Oh, dat is altijd goed, hè. Lange haar heeft ze. Oh. Blauw-grijze ogen. Blauw-grijze ogen. Ja, wie denk je dat kan zijn? Ja, Wim kan het zijn. Wim is niet. Dat is een moeilijke, ja. Ik durf er niks van te zeggen. En ze zou wel eens op jouw amai willen zitten, maar je hebt je amai verkocht. Ja, dat is verkocht, ja. Waarom heb je amai verkocht? Ja, ja, handel, hè. Handel. Dus, Het is een meisje. Dus ja. Dan werd het moeilijk. Haar paard heette Cheyenne. Oh, dat weet ik wel, Wim, dus. Nou? Ja, Boer, denk ik niet. Oh. Wat een verrassing, hè? Ja, dat is een verrassing, ja. Maar had je verwacht dat, dat Bo je leuk vond? Nee, dat heb ik niet gedacht, nee. Nooit gemerkt ook? Ja, nou, die weet het niet, hè. Wat is Bo voor meisje? Ja. Wat is dat voor het? Nee, dat weet ik, ja. Rustig, denk ik. Ja, voor de rest, ja, vul het maar zelf in, dag ik. Lieve Rowan, Bo die vind je heel leuk en wil heel graag eens een keer met je op afspraakje. Daar oh god. Kan jij ja tegen zeggen, dan krijg je van ons een flirtje stijf dinertje. Ja, en dan krijg je een voorgerechtje, een hoofdgerechtje. We regelen alles, misschien nog lekker galop. Galop los koffie als nagerecht. Maar, Rowan, ik heb hier 50, 20, 75 euro. 75. Als jij niet met Bo uit wil. Als je geld wil. Geld is ook mooi, hè? Wat kies je? Kies voor het geld. Ah! Ik ben je kwijt, ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Waarom? Waarom, Rowan? Nou, geld is altijd goed. Ik heb er een auto weer voor vol, denk je. Zeg dat nou even tegen Bo, want die heeft alles gehoord. Goeiedag. Dag. Hoe is het? Goed, hè. Ah, kijk. Ja, ik dacht, kies voor het geld, hè. Ja, dat is ook niet heel onverstandig. Ach, ja. Ja, dan nemen ze mij dan met me af toe, hè. Ja, ik bob al een keer. Ja. Bo, kom je maar lekker bij ons uithuilen? Ja, dat zal ik doen als ik wel lang, als ik in de buren ben. Kom maar op je paard mij, Ramon. Voor zo'n schandelijke jongen als Rowan die je afwijst voor een volle tank. Kom maar, gaan we knoevelen. Doeg, Bo. Doei. Hoi. Jij niet.